Ja, ik luister. Zo'n 15 mensen die het Nederlands niet machtig zijn, komen dagelijks naar de taalles in de bibliotheek in Lelystad. Volgens Mirjam Bloetjes is het meer dan een gewone les Nederlands. Het is niet echt een taalles, het is een inloopmoment. Dus mensen kunnen hier van 11:00 tot 3:00 gewoon komen binnenlopen. En ze komen zelf met hun taalvragen. Ik wil leren in Nederland praten, omdat het belangrijk is. Ik ben vluchteling. Ik heb niet veel geld. Ja, ik moet werk. Ja. En wit werk. En kan je het hier goed leren in deze groep? Is het... Ja, goed. Ja. Altijd goed leren, altijd lachen. Het kan zijn dat je wil leren WhatsAppen. Maar het kan ook zijn dat je wil leren een brief te schrijven. Of gewoon beter te leren spreken. En ja, dat kan je natuurlijk uit boeken doen, dat kan je in de les doen. Maar hoe leuk is dat om met vrijwilligers te doen, die samen met jou aan de gang gaan om die taal beter te leren spreken. Tosh Koot is zo'n vrijwilliger. 5 jaar doet hij het al. Zolang als Huis voor Taal bestaat. Ik probeer met de mensen zoveel mogelijk te praten. Letten op de uitspraak. Maar ook af en toe woorden opschrijven. Het gaat allemaal een beetje samen. Maar vooral de interactie en het, het durven praten. Dan heb je een beroep. Wat onze haren, iemand die onze haren knipt, is een kapper. Mooie vlak bij Daniel. Een kapper. Ja. Kapper is K-O-P-E-R. En ik heb zoveel mensen langs zien komen die allemaal via deze plek hun start maken, hun weg vinden, naar school gaan of heel lang terug blijven komen. Ja, het is voor heel veel mensen gewoon een plek waar ze starten, waar ze beginnen. Zoals deze mevrouw die al een aardig woordje Nederlands praat, maar er maar niet genoeg van kan krijgen. Ik vind het heel belangrijk voor mij hier in Nederland, omdat je moet communiceren met de andere mensen. En ook is het een groot kans om jou om een nieuwe baan te krijgen, de baan dat jij leuk vindt. We hebben er allemaal baat bij, dat is de mensen gewoon zo snel mogelijk integreren en hun rol in de samenleving kunnen gaan vervullen.